Hier zien we Eindhoven aan het einde van de 16e eeuw. Een klein stadje nog maar wel al met een aantal herkenningspunten die we tegenwoordig nog hebben. Om dat even toe te lichten, pak er even een luchtfoto bij van Eindhoven tegenwoordig. Misschien niet helemaal duidelijk, we zien hier het centrum van de stad. Ik zal even wat herkenningspunten aangeven. Links het Stratumsein, dat kennen jullie natuurlijk allemaal. In het midden de Heuvelgalerie en rechtsbovenin de markt. En het leuke is dat die markt, dat je die ook al ziet op die prent uit 1600. Hetzelfde geldt voor de Catharinakerk aan het begin van Stratumsein. Die stond er in die tijd ook al, tenminste de eerste versie daarvan. Kijk maar. En dan zien we dus linksonder op de prent, zien we nog het kasteel van Eindhoven. Dat staat er tegenwoordig helaas niet meer. Daarvoor in de plaats staat nu die grote villa met dat chique restaurant erin. Maar vroeger had Eindhoven dus een echt kasteel. Nou, waarom dit hele verhaal over Eindhoven? Ja, ten eerste natuurlijk omdat het een hartstikke leuke stad is, maar vooral ook omdat het verhaal van Eindhoven perfect past bij paragraaf 4.1 over de opkomst van de steden. Die paragraaf die gaat over de groei van de bevolking en de opkomst van de steden in West-Europa vanaf het jaar 1000. En we gaan eens even kijken wat er nu precies gebeurt vanaf dat jaar 1000 en waarom dat kan gebeuren. Want wat we zien is dat vanaf het jaar 1000 de bevolking, de economie en de steden in West-Europa enorm hard groeien. Als we naar die linkergrafiek gaan kijken, dan zien we dat rond het jaar 700 er in West-Europa zo'n 27 miljoen mensen wonen. Kijken we 600 jaar later, rond het jaar 1300, dan zien we dat er al meer dan 70 miljoen mensen wonen. De bevolking neemt dus razendsnel toe. Die rechtergrafiek die laat iets anders zien. Daarin zien we het aantal nieuw gestichte steden per 10 jaar in Europa. En dan zie je dat vooral tussen het jaar 1200 en 1350 er enorm veel nieuwe steden gesticht worden in Europa. En de vraag is natuurlijk hoe dat allemaal kan. Het antwoord ligt voor een deel in de landbouw. In de landbouw vinden namelijk een drietal ontwikkelingen plaats die ervoor zorgen dat de bevolking zal gaan groeien. De eerste ontwikkeling, dat zijn de ontginningen. Ontginnen betekent dat je grond klaarmaakt om voor de landbouw te gebruiken. Er werden bijvoorbeeld moerassen drooggelegd en er werden mooie akkers of weilanden van gemaakt. Of zoals in Holland veel gebeurde, meren die werden drooggepompt, waardoor je er ook weilanden of akkers van kon maken. Dat zijn dus de ontginningen. De tweede verbetering in de landbouw is de uitvinding, of beter gezegd de toepassing van het drieslagstelsel. Dat is iets dat je in de brugklas al een keer voorbij hebt horen komen, maar ik zal het nog even snel een keer toelichten. In de middeleeuwen had men nog geen kunstmes. Men moest dus heel erg oppassen dat als men als boer de grond ging verbouwen, dat dan die grond niet uitgeput raakte, dat er niet alle voedingsstoffen uit werden gehaald. En daarom koos men er in de middeleeuwen voor om de grond af en toe rust te geven, niet te gebruiken. In eerste instantie deed men dat door middel van het tweeslagstelsel. Men verdeelde de grond heel simpel in twee helften. En op de ene helft verbouwde men de producten en terwijl dat gebeurde kreeg de andere helft rust. En na een jaar wisselden ze dat om. Maar ja, daardoor gebruik je dus wel maar 50% van je grond. En dat schiet niet heel erg op. Op een gegeven moment ging men experimenteren met het drieslagstelsel. Dat werkt in principe hetzelfde, alleen in plaats van dat men de grond in twee stukken verdeelde, verdeelde men nu de grond in drie gelijke stukken. En dan begon men dus het eerste jaar met 1/3 van de grond braak te laten liggen, niet te gebruiken. Die grond die kon dus uitrusten. 1/3 van de grond die werd al aan het begin van het jaar ingezaaid, zodat daar het zomergraan kon groeien. En 1/3 van de grond kreeg nog een beetje rust en werd halverwege het jaar ingezaaid, zodat men daar het wintergraan kon laten groeien. En na een jaar wisselde men door. Je ziet het ook, die cirkel die draait de hele tijd door. Daardoor kreeg de grond nog steeds zijn rust, maar in plaats van dat ze 50% van de landbouwgrond gebruikten, gebruikten ze nu dus 66% van de landbouwgrond. Daardoor kun je dus al meer verbouwen. Nou, dan heb je dus al die ontginningen, meer landbouwgrond, je hebt dat drieslagstelsel, je gebruikt die landbouwgrond beter en daarnaast
kwamen er ook allerlei technische verbeteringen. Er kwamen betere werktuigen. De belangrijkste daarvan zie je onderaan het plaatje, dat is de keerploeg. Die ploeg die ging dieper de grond in, waardoor die grond ook beter omgehoeld werd en de gewassen beter konden groeien. 3 hele belangrijke verbeteringen in de landbouw, want samen zorgden die er vanaf het jaar 1000 voor dat de landbouwproductie enorm toenam. Die werd steeds groter. Er kwam dus simpel gezegd meer voedsel. En meer voedsel betekent meer mensen. De bevolking groeide. Maar een grotere landbouwproductie betekent ook dat men op een gegeven moment zelfs zoveel ging produceren dat men overschotten had. Er was gewoon meer voedsel dan dat men in sommige gebieden nodig had. Ja, en wat ga je er dan mee doen? Ga je dat dan opslaan? Ja, natuurlijk deden ze dat, want het kon een keer gebeuren dat de oogst mislukte en dan had je altijd nog wat achter de hand. Maar ja, dat schiet ook niet op om dat maar te blijven doen. Dus wat ging men ook doen? Men ging die overschotten verhandelen. Men ging het verkopen op plaatsen waar men niet genoeg voedsel had. Daardoor bloeide de handel enorm op. Maar dat is niet de enige reden waarom de handel opbloeit. Naast de landbouw is er ook een ontwikkeling op het gebied van de veiligheid, die ervoor zorgt dat de handel opbloeit. Tot het jaar 1000 ongeveer werd West-Europa voortdurend binnengevallen door Vikingen uit het noorden en de Hunnen en de Hongaren vanuit het oosten. Dat waren geen gezellige lui, die nodig je niet zomaar uit op de koffie. En die sloegen de boel kort en klein, die moorden de boel uit, die plunderden de dorpen, die verkrachten de vrouwen. En dat is dus niet zo'n heel fijne omgeving om daarin te gaan handelen. Stel je voor dat jij met al je handelswaar erop uit bent en je komt zo'n bende hunden tegen of zo. Daar word je niet heel vrolijk van. Maar doordat die invallen afnamen, werd het dus veiliger en ook daardoor bloeide de handel verder op. Oké, we hebben meer mensen, de groei van de bevolking. We hebben een steeds verder toenemende handel. Die twee dingen samen, die zorgen ervoor dat er uiteindelijk steden opkomen. Want niet iedereen hoeft meer in de landbouw te werken. Dus mensen gaan op een andere plek wonen. Waar ze geld kunnen verdienen, dat kan een stad zijn. Maar ja, waar verdien je dan je geld mee? Nou, bijvoorbeeld met die handel, want de stad, dat was nou bij uitstek de plek waarop men kon gaan handelen. En dat is de reden waarom Eindhoven in 1232 gesticht wordt. En dat is ook de reden waarom vele andere steden in de middeleeuwen gesticht worden. Dit was het voor nu. In paragraaf 4.2 gaan we verder kijken naar zo'n middeleeuwse stad. Wie woonde daar nou precies? Wat deden zij nou precies? Was het er nou echt zo'n pretje om te wonen of niet? Maar voor nu weten we in ieder geval hoe die steden zijn ontstaan.